In de Tesla Model 3 zitten een heleboel Easter eggs. Ik zal je daar eentje van laten zien. Easter eggs zijn dus eigenlijk paaseieren, dus het zijn kleine verstopte dingetjes in de software. Dus in de auto verstopt hebben de ontwikkelaars van de auto hebben er allemaal verrassingen in verstopt en die kun je ontdekken. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dat leuk vinden om die dingen te ontdekken en om uit te proberen. Maar een van die verrassingen is de regenboogweg of de Rainbow Road. En daarmee kun je, dat is een verwijzing naar Super Mario Kart, en daarin zit een regenboogweg als je een bepaald level haalt. En die regenboogweg, dat is dus, die kun je oproepen in je Tesla Model 3. Dus als je vier keer de hendel naar beneden duwt, dan begint de regenboogweg. Dus dan verschijnt er op je scherm een regenboogweg op de plek waar je normaal de gewone weg ziet. En tegelijkertijd begint er een sketch van Saturday Night Live te spelen. Het is een of ander vaag verhaal over cowboys en muziekje erbij. Elon Musk of een van de ontwikkelaars vond het blijkbaar heel grappig. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje langdradig en niet heel spannend en niet grappig. Maar die regenboogweg in de achtergrond is wel leuk. Als je nou wil stoppen, dan doe je gewoon je autopilot, schakel je uit. Dus één keer de hendel omhoog en het stopt vanzelf. De muziek moet je helaas wel even afluisteren. Wil je meer leuke video's zien over Tesla? Abonneer je dan op dit YouTube kanaal. En wil je echt het maximale rijplezier uit je Model 3 halen? Bestel dan mijn boek over de Tesla Model 3.